Welkom bij Day 10, guys. Vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. En ik sta eigenlijk op het punt om nu weg te gaan. Ik ga weer naar mijn stage toe. Ik laat even snel zien wat ik aan heb. Deze sjaal van Coolcat, dit shirt. Ik kom van de Primark. Mijn broek komt van de New Yorker. En mijn schoenen komen van Primark. En ik neem mijn 94-bag mee. En ik moet nu wel de deur uit. Want over 3 minuten komt mijn bus. Dus even het licht uit. Over 3 minuten komt mijn bus dus. En het is 1 minuut lopen. Dus ik ga er snel vandoor. En dan, ik ben dus alweer een tijdje thuis, heb gegeten. Ik film mijn eten bijna nooit. Zoals je hoort, ik weet niet of je het hoort, maar het bad is aan het vollopen. Ik ga zo meteen lekker in bad. En mijn ouders zijn er dus niet, die zijn even weer naar het ziekenhuis. En ik ga zo meteen op mijn telefoon vlogs kijken. Superleuk. Dat ga ik lekker doen. Dus een soort van me-time-achtig. Maar weet je, ik denk, ik heb de laatste tijd wel echt van die me-time-momentjes ook. Dit is trouwens wat ik aan had vandaag. Dat heb ik helemaal niet laten zien. Dit shirt van Primark. Mijn broek komt van Coolcat. En mijn schoenen komen ook van de Primark. Echt superleuk. Dus ik ga zo meteen lekker in bad. En als jullie nu het volgende beeld wat jullie gaan zien is dat ik het bad, niet dat ik in bad zit, maar dat ik het bad vul. En het bad is nu boven aan het vullen. Dus ik ga lekker naar boven en ik zie jullie zo weer. Kijken hoe laat het nu is. Het is nu 10:50. Ik heb de hele dag, of de hele avond, series lopen kijken. En ik heb vandaag ook de film Hartje gezien. Echt een super zielig film. Over een hond en een man. En die man gaat uiteindelijk dood. En die hond blijft daar gewoon wachten op het station waar die hond hem altijd ging ophalen. Echt super zielig. Trouwens, heel even iets anders. Ik heb net een oproepje geplaatst op Instagram. Dat ik samen met Jamira een Q&A ga opnemen. En we hebben al maar liefst. We hebben hem net ongeveer 2 uur geleden gepost. En we hebben nu al 50 vragen. Dus het wordt een lekkere lange Q&A voor jullie. Mijn oog is nog steeds ontstoken. Of mijn oog is nog niet ontstoken, maar gewoon een infectie of zo. Geen infectie, maar ik weet niet wat het is. Renor wilde trouwens mijn schoolmap hebben. We hebben van school hebben we allemaal zo'n map gehad. En dat ziet er dan zeg maar zo uit. Met voorop mijn school. En die wilde die. Want ik doe er toch niks mee. Dus die mag die ook verkopen. Dus dat. En het is nu, hoe zei ik? Ik weet niet meer. Waar ik net ook achter kwam is dat Gas en Charlotte van Jordy Shore weer met elkaar hebben. En ik loop weer te snotteren. En oh, het is vreselijk huis. Maar mijn bed is echt een grote puinhoop. Valt wel mee. Want mijn bed valt nog wel mee. Maar die klinkt achter me. Hier, dit stapeltje. Dat is echt een rommel. Dus dan moet ik even gewoon opruimen. Ik ga dus nu even de vlog editen. Even misschien nog skypen, weet ik veel wat. En ik ben nog even aan het skypen met Ilesha. Alweer. Ja, alweer. Voor de derde keer. Al voor de derde keer deze vlogmaand. Yay. En nog steeds heeft ze haar afro. Yay. Kan je dat nog één herinneren dat wij gingen dansen op Ik Laat Je Los? Ja. Wat ben je aan het doen? Welke film? Dus. Ik ga nog even verder skypen. Daar ging je lijstje. Ja. Ik ga even verder skypen en dan zie ik niet zo meer. Ik ga even slapen. Guys, ik ben echt mega verkouden. Dus morgen moet ik weer naar school. Dus dat wordt ook leuk. Ik hoop dat ik gewoon een leuke dag heb op school.
Ik ga nog even de vlog editen heel snel, dat hij morgen online kan. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Dag nummer 11. Ja, dag nummer 11. Dus, tot morgen. Doei doei!